Het is vandaag 6 december en precies 3 jaar geleden dat Ajax en Martin Jol uit elkaar gingen. De directe aanleiding hiervoor was het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen NEC 2 dagen eerder. Jol had Ajax 1,5 jaar onder zijn hoede en won in die periode met de Amsterdamse club onder meer de KNVB-beker. Even nadat het nieuws van het vertrek van Jol wereldkundig werd, maakte Ajax bekend dat in eerste instantie tijdelijk hij werd opgevolgd door Frank de Boer. En 32 jaar geleden maakte Johan Cruijff zijn rentree in het wedstrijdshirt van Ajax. In 1973 had Cruijff na een eerste uitermate succesvolle periode Ajax verruild voor Barcelona. En na onder meer voor diverse Amerikaanse clubs te hebben gespeeld, keerde hij in 1981 terug. En in de eerste wedstrijd na zijn terugkeer liet de meester direct zien dat hij het voetballen nog niet verleerd was. Met deze legendarische boogbal liet hij keeper Edward Metgod van Haarlem kansloos. In dezelfde wedstrijd maakte overigens ook John van het Schip zijn debuut. En we feliciteren vandaag opnieuw een oud Ajax-ziet met zijn verjaardag. Wim Veldman, verdediger tussen 57 en 59, is 83 jaar geworden. En na de goede resultaten van de afgelopen weken hopen de Ajax-vrouwen vanavond ook tegen Heerenveen weer te winnen. Het team van Ed Engelkes trapt om 19:30 af op de toekomst. De wedstrijd is live te volgen op Ajax Exclusive via ajax.nl.